Hoe verdedig je je tegen een aanval van de Vikingen? Rond het jaar 900 waarschijnlijk met een ringwalburg. Zeeland telde er in die tijd 5. In het dorp Burg is een deel van zo'n oude ringwalburg gereconstrueerd. Kijk, dit is nou de ringwalburg van Burg. En die is in 2007 gereconstrueerd. En hier is heel mooi te zien hoe zo'n wal is opgebouwd en een palissade er bovenop staat. Na de Romeinse tijd was Zeeland min of meer onder water gelopen en waren de meeste mensen uit dit gebied vertrokken. Maar vanaf ongeveer 675 werd het Zeeuwse achterland langzaamaan weer in bezit genomen. Men vestigde zich op terpen en kreekruggen. Grote delen van het land waren in bezit van de Frankische koningen en Vlaamse abdijen. Intussen lieten ook de Noormannen of Vikingen uit Denemarken hun oog op dit gebied vallen, op zoek naar buit. Bekend zijn de vele plunderingen van Dorestad bij het huidige Wijk bij Duurstede, toen de belangrijkste handelsnederzetting van Nederland. Maar ook de Zeeuwse handelsnederzetting Walikroen, daar komt de naam Walcheren vandaan, werd in 837 door de Vikingen geplunderd. De graaf van Walcheren, Egihard, sneuvelde in de strijd. En ook daarna was de Scheldemonding doelwit van rooftochten. En Zeeland was zelfs enige tijd in handen van de Vikingen, die van hieruit plundertochten naar Engeland uitvoerden. Maar ook daar woonden inmiddels Vikingen, die enkele decennia later weer hier kwamen om te roven. Alleen deze strooptochten waren langduriger en ze gingen verder het binnenland in. In Zeeland roofden zij vooral schapen om in hun voedselvoorraad te voorzien. En waarschijnlijk daarom werden aan het eind van de 9e eeuw de meeste ringwalburgen opgericht. Nou, in principe is de aanleg van zo'n verdedigingswerk, zo'n ringwalburg, heel simpel. De eerste verdediging is een brede gracht waar water in stond. De volgende verdediging is een wal die opgebouwd is uit de grond die uit de gracht is gegraven. En vervolgens wordt er op de wal een weergang gebouwd met een palissade van palen met daartussen vlechtwerk als een soort borstwering. En in principe heeft zo'n ringwalburg waarschijnlijk maar één toegang gehad, omdat dat het makkelijkst te verdedigen was. Naast de ringwalburg van Burg telde Zeeland nog 4 van dit soort verdedigingswerken. Oost-Soeburg, Oostburg, Domburg en Middelburg, de naam zegt het al, hadden ook zo'n ringwalburg. In de stadsplattegrond van Middelburg zijn de contouren van de burg nog steeds te herkennen en herinneren de burggang en het walplein hieraan. Ook de ringwalburg van Oost-Soeburg is gereconstrueerd, zonder palissade, maar wel in een complete cirkel. Of en welke ringwalburgen ooit het toneel waren van een echte strijd tegen de Vikingen is nooit aangetoond. Ook is onduidelijk wie de verdedigingswerken nu precies gebouwd hebben. Vermoedelijk lag het initiatief bij lokale heersers en kloosterorders en werden de werkzaamheden door de lokale bevolking uitgevoerd. Zo lijkt het klooster van Echternach achter de bouw van de burg van Middelburg te zitten. Zeg maar, de kennis over die ringwalburgen die schrijdt langzaam voort. Daar wordt natuurlijk ook over nagedacht, want er zijn een aantal rare dingen aan op te merken. Waarom zijn de ringwalburgen niet allemaal van hetzelfde formaat? Zijn ze wel allemaal in dezelfde periode aangelegd? Ja, er zijn ook mensen die daar nieuwe meningen over gevormd hebben en die bijvoorbeeld denken dat bijvoorbeeld de ringwalburg van Oost-Soeburg wel eens een echte burg zou kunnen zijn die aangelegd is door de Vikingen zelf. Binnen de burgen kwam in de 10e eeuw bewoning. Daarmee werden het versterkte nederzettingen die op den duur hun verdedigbare functie verloren. Die van Middelburg werd overigens wel tot in de 13e eeuw in min of meer verdedigbare staat gehouden. De ringwalburg van Burg doorstond van alle Zeeuwse burgterreinen het meest ongeschonden de tand destijds.
De gedeeltelijke reconstructie begon in 2001 en is in 2007 voltooid. Ze moeten in het vlakke landschap van Zeeland destijds een imponerende aanblik hebben geboden en herinneren ons nu aan de roerige periode van de Vikingen. Zo ook de gereconstrueerde ringwalburg van Burg.